welkom bij weer een favoriete video. En dat is echt al heel lang geleden. Ik denk zo'n 2-3 maanden. Misschien langer, korter. Ik weet het niet. In ieder geval al een tijdje geleden. Dus hoog tijd om weer eens mijn favoriete producten aan je te laten zien. Bij deze extra video op de woensdag. Mijn naam is Karien. Mocht je me nog niet kennen van blondiebeautyfashion.nl. Of gewoon mijn Blondie Beauty Fashion YouTube kanaal. Hieronder de link om je te abonneren. Doe dat vooral, dat zou ik fantastisch vinden. En laten we snel beginnen met mijn favorieten. Als eerste een budgetfavoriet, want de rest is dit keer wat minder budget. Maar ja, ik ben echt eigenlijk wel een heel erg budget type. Ik vind het gewoon altijd heel leuk als je mooie, goedkope producten kan vinden. Maar ik neig nu toevallig weer wat meer naar wat duurdere producten. Behalve deze. Deze vind ik echt heel fijn. Het staat me bij dat ik hem ooit een keer eerder heb gehad, maar ik kan het me ook niet meer, ik weet het ook niet meer helemaal zeker. Dit is de Catrice Glam Doll False Lash Mascara. En ik vind de verpakking ook gewoon fijn. Gewoon niet te groot, niet te klein. Als je denkt, wat ziet ze eruit? Ik moest er heel hard niezen net. De Catrice Glam & Doll. En voor wie mij al langer kennen, weet dat ik echt het liefst een siliconen borsteltje heb. Zo, ik zie eruit. Want ik vind dat gewoon het mooiste, mijn wimpers scheiden. Ik heb van mezelf best wel lange wimpers en ook best wel vol. Maar ik vind volume vind ik het belangrijkst. En separatie, dus dat het niet aan elkaar klontert, maar wel gewoon lekker vol. Dus niet dat je van die hele dunne staafjes, maar gewoon mooie volle wimpers. En dat doet deze. Hij heeft een beetje zo'n curvy borsteltje met veel kleine siliconenhaartjes. En ik vind hem echt heel goed werken. Je hebt heel snel mooi volume, blijft goed zitten. Ik eindig altijd met een laagje waterproof. Oh, ik heb nu trouwens ook op. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is echt een hele. En ik heb nu niet eens mijn best gedaan, zeg maar, om vanmorgen om mascara echt goed te doen. Volgens mij is deze. Ik weet niet of je dit beter ziet met het licht, maar ik vind het echt een hele, hele mooie, prima mascara. Het is echt een paar euro toppertje. Iets meer dan een paar euro en een palet waarvan ik aan het begin dacht, ik weet niet of ik er wel zo blij mee ben. En nu ben ik er heel, heel blij mee, en dat is wel typisch. En dat is het Tarte Energy Noir palet. En ik ben gek op Tarte make-up. Ik vind Tarte make-up super mooi. De schaduwen zijn heel, heel fijn van structuur. Echt een beetje ja, boterromig-achtig, maar wel super intens. Blenden heel makkelijk. Ruik ook nog eens lekker. Ik ben echt wel gek op Tarte make-up. Maar dit palet, ik bestel dat. Tarte kan je alleen maar online bestellen of in het buitenland kopen. En ik bestelde het en toen dacht ik, oh, het is echt zo'n heel makkelijk alles in één palet. Maar ik bestelde het in de zomer en daar ging het mis. Want in de zomer dacht ik, ja, wat moet ik hiermee? Maar nu het weer wat grauwer wordt, de bladeren van de bomen vallen, denk ik, yes, dit is zo mooi. En nu gebruik ik het dus heel veel. Er zitten een aantal matte kleuren in. Drie matte, of vier matte? Ja, vier matte oogschaduws en twee glanzende. En dan heb je hier nog een highlight en hier nog twee mooie donkere soort eyeliner kleuren en een blush. Nou, die blush vind ik echt fantastisch. Maar eigenlijk alle kleuren, ik ben gek op taupe-achtige kleuren. En ze zijn super gepigmenteerd. Even laten zien. Ja, ik vind het echt prachtige oogschaduw. Ik vind het ook het palet er gewoon heel mooi uitzien. De achterkant is goud, maar dat reflecteert enorm. Dus dat zal ik u een beetje besparen. Ja, hier kan je het een beetje zien. Maar het zijn zulke mooie, zachte, fijne oogschaduws. En ja, dit is gewoon echt een soort winterpaletje. Dus ik ben hier nu heel blij mee. Aan het begin dacht ik echt, dat moet ik ermee. Een ander paletje wat ik de laatste tijd weer heel graag pak, is het Naked Ultimate Basics palet. En dat vind ik sowieso een plaatje om te zien. Met een enorme spiegel ook. En het heeft allemaal matte kleuren, behalve dat deze, die zeg maar, die is eigenlijk ook wel heel mat. In mijn hoofd was iets glanzender. En dit, heb ik deze vandaag gebruikt? Nee, ik heb vandaag een ander paletje gebruikt. Maar mijn favoriete kleuren, ik ben altijd van die lichte highlighter kleuren. De hele bovenste rij ben ik sowieso fan van. Ik vind deze heel mooi. Echt de kleur van afvallende blaadjes, zeg maar. Deze vind ik ook heel mooi. Deze drie gebruik ik iets minder. Maar het is zo'n mooi palet met ook weer prachtige pigmentatie. Ik heb natuurlijk nu al vieze vingers. Hoe ga ik dit doen? Nu even deze rock. Deze twee vingers. Dus hier is een beetje een topi kleur. En oh, kan ik niet eens. Okay.
En dit is een hele mooie roze. Waar is die andere? Hier. Echt hele mooie kleuren. Werken heel fijn. Ik ben sowieso gek op Urban Decay ook. Dus dat is ja, ook echt een heel fijn paletje. Zeker in deze tijd van het jaar. Dan nog meer oogschaduw. In de categorie wat meer gemak. Ik merk dat ik heel vaak, 's ochtends heb ik natuurlijk met de kleine. Dus dan ben ik vaak ook gewoon, wil ik even snel soep soep en dan klaar. En daar pak ik gewoon heel graag de MAC Paintly Paint Pot in Groundwork. Nou, zoals je ziet is hij ook al een flink stuk op. Het is gewoon een hele mooie taupe bruine kleur. Niet te koel, niet te warm. Iets meer richting het warme, maar je kan hem eigenlijk overal bij dragen. En het is, ik doe hem gewoon een beetje met mijn vinger op mijn bewegend ooglid. En dan met een blendingkwast blend ik het een beetje naar boven. En dan ben je klaar. Ik vind het echt super fijne potjes. En een hele fijne crème structuur die mooi droog, mat opdroogt. En dan de laatste oogschaduw. Nog één ander product. Maar de laatste oogschaduw is deze. De Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize in Marie Antoinette. En dat is een heel mooi mat doosje. Waar ik altijd een beetje kippenvel van krijg. Ik kan het zo goed tegen mat. En dat is deze kleur. En we hebben tegenwoordig de Charlotte Tilbury. Zit bij ons in de Bijenkorf nu in Utrecht. Daar ben ik heel blij mee. Dus toen het net open was, toen ben ik daar ook meteen heen gesprint. En ik was heel benieuwd naar een aantal producten. En ik ben hiermee geëindigd. En ik zou je willen adviseren. Ze hebben heel veel kleuren die op elkaar lijken. Dus laat ze ook gewoon even op je ogen aanbrengen. Want ik twijfel tussen deze en ander. Heb ik ook al eens in een ander filmpje gezegd. Ik twijfel tussen deze en een ander. En toen ik het op mijn ogen zag, toen dacht ik, ja, dit moet hem worden. En dit is een hele fijne... hier heb ik me even een hele fijne crème-achtige oogschaduw. Dus die ook heel mooi gewoon zacht opdrogen met een kleine glans. En ja, ik vind hem prachtig. Het is dit is ook zo'n makkelijk kleur. Blend heel makkelijk. Blijft zitten als een huis. Kortom, ook echt een ontzettende favoriet van mij. En om in de herfstachtige winterse sfeer te blijven. De blush die ik vandaag ook op heb. En die heb ik ook alweer een tijdje. Dit is de MAC Pinch Me. En volgens mij is dit ook zo'n blush die iedereen mooi staat. Is een hele mooie, een beetje een soort oud roze kleur. Met een beetje bruin erdoorheen. Het is een hele natuurlijke blush. Je moet het wel heel voorzichtig aanbrengen. Want als je te veel doet, dan is het echt woem. Maar dan is het nog steeds wel van, ik kom net uit een fris briesje gewandeld of zo. Nog een soort schone vinger. Hier kan je hem een beetje zien. Zie je hoe intens die is? Het is echt wel een intense kleur. Het is een beetje, ik noem het vaak dat Rosewood. Omdat het zo'n blush van Catrice die Rosewood heet. Die vind ik heel mooi. Zie je? Een hele mooie. Nou, en die kan je dus veel subtieler aanbrengen dan dit, hè, op je gezicht. Maar ja, dit vind ik gewoon een hele mooie blush. En dat was het. Dat zijn al mijn favorieten van de afgelopen tijd. Ik zou niet willen zeggen van de afgelopen maand. Want zo vaak heb ik dus geen favoriete video's meer. Omdat ik zo niet zo heel veel nieuwe producten koop. Dit zijn ook weinig nieuwe, echt nieuwe ontdekkingen. Behalve Charlotte Tilbury en de mascara. En de rest zijn meer soort herontdekkingen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vindt. En ik zie jullie heel graag zondag bij een nieuwe vlog. Doeg!